Ja, dames en heren, ik ben geboren op 30 december 1949. Dus vorige maand vierde ik mijn 70ste verjaardag. Als u mijn geboortedatum nu als een soort publicatiedatum ziet, dan behoor ik eigenlijk tot het publieke domein. En het is een hele eer voor mij om op deze dag van het publieke domein, 1 januari 2022 is dat dan gebeurd, hier te mogen spreken. Twee opmerkingen vooraf, voor ik mijn lezing begin, of eigenlijk al een onderdeel van mijn lezing. Ik heb begrepen dat het hier vooral gaat om zaken die inmiddels tot het publieke domein behoren, maar ik zal het ook veel hebben over prembriefkaarten of aanzichtkaarten genoemd, die nog niet tot het publieke domein behoren. We zijn hier te gast bij beeld en geluid. Nou speelt geluid bij aanzichtkaarten maar een zeer ondergeschikte rol. Toevallig wel bij deze kaart, die is een zogenaamde piepkaart. Maar wel tekst. Tekst is enorm belangrijk en daarvan is zeg maar de adreskant van de kaart vaak veel belangrijker dan de voorzijde met het beeld. Je ziet hier een voorbeeld van zo'n adreszijde. Je ziet meteen dat het om een prembriefkaart gaat. Rechts het adresgedeelte en links de correspondentiedeel. Er staat ook nog een postzegelvakje en de uitgever MHV. Ik ben daar naar op zoek gegaan. Ik ben daar nog niet goed uit. Het zou kunnen zijn dat dat de Molukse handelsvennootschap is. U ziet ook nog op het correspondentieel een gaatje. Dat is het gaatje waar die piep uitkomt als u op de kaart drukt. Wat kunt u verwachten? Ik zal even hier gaan staan, want dan kan ik wat beter zien. Ik heb deze lezing eerder gehouden in Amersfoort voor de vereniging Topografisch Historische Atlas. Zoals Walter al zei. Ik vond toen, heb ook een andere lezing daar gehoord van het Archief in Utrecht. Dan vond ik mijn eigen lezing toch een beetje te anekdotisch. Ik denk, ik wil het toch een wat meer systematische aanpak geven die wat beter bij de praktijk van archieven en dergelijke aansluit. Ik heb mijn collectie, ik ben inderdaad verzamelaar, mijn collectie is gesorteerd op uitgever en niet op fotograaf. Dus om nou een fotograaf te nemen, dat was een beetje een lastige klus. Ik heb daarom 101 kaarten van één uitgever genomen. Dat is de uitgever Voorhoeven in Den Haag. Die heeft een aantal serie kaarten met foto's uitgegeven. Zo zeg maar omstreeks voor en na de en in de Tweede Wereldoorlog. Daarna zal ik wat laten zien wat dat opgeleverd heeft. Het heeft wat opgeleverd waarnaar ik zocht, maar het heeft ook veel opgeleverd waarnaar ik niet zocht. Dat zijn de bijvangsten. En tenslotte eindig ik met mijn slotopmerkingen, een aantal slotopmerkingen. Hier ziet u een van de vier kaarten die ik heb uitgekozen bij een wat meer anekdotische aanpak. Gewoon een aantal kaarten gepakt en gekeken hoe zit het nou met de auteursrechten. Bij de meeste kaarten is zeg maar de informatie op de kaart zelf eigenlijk sumier. Je vindt wel de uitgever, vaak vind je niet de fotograaf en ook niet het jaar van uitgifte. Dit is nou een voorbeeld waarbij we erg heel veel weten van de kaart. Dat is eigenlijk een grote uitzondering. En dat komt omdat dit een kaart is die gesponsord is door een aantal bedrijven. En die wil de naam op de kaart vermeld zien. We weten nu wie de ontwerper is. Ook wie dat zinnetje. En nu speelt zij voor Boerinnetje, heb ik ook gevonden. Dat is van Hendrik Bruining, onderwijzer en dichter. We weten wie de drukker is, wie de uitgever is. Dat was namelijk de Actie Friese Kinderboerderij in 1958. We weten zelfs hier wie het papier geleverd heeft en de clichés en het jaar van uitgifte. Nou, als we naar de auteursrechten kijken, dan moeten we natuurlijk hebben niks te maken met die Hendrik Bruining. Die behoort al tot publieke domein. Maar er zijn die twee auteurs en dan geldt natuurlijk de andere auteur als maatgevend. Alleen weten we niet precies wanneer die overleden is. Maar je kan hier eigenlijk wel zeggen, hij is of in 1934 of in 1938 geboren. Als je 1938 aanhoudt, dan hoort dit waarschijnlijk nog niet tot het publieke domein. Een andere kaart, die lijkt wel juist het tegenovergestelde. Dat er helemaal geen informatie op staat. Alleen maar groet uit Culemborg en ook op de voorzijde Culemborg Raadhuis. Maar dat is schijn, want als je de fysieke kaart bekijkt, dan zie je iets doorschemeren onder dat etiket. En daar staat Hotel, Café, Restaurant, Vulgo, Autogarage, Culemborg, Telefoon 21.
Nou, dat telefoon, dat is nog niet zo erg dat daar een typfout in zit. Maar het rest, maar die dat hotelcafé heette niet Vulgo, maar Vulto. En ik vermoed wat gebeurd is dat Vulto deze partijkaarten afgekeurd heeft. Dat de drukker dacht ook zonde om weg te gooien. In een verloren uurtje laat ik wat etiketten drukken en die plak ik eroverheen en breng het zo in de handel. Nou ja, deze kaart valt. Hij heeft geen fotograaf. Hij is de poststempel is 1935. Dus je kan wel zeggen, deze behoort inmiddels tot het publieke domein. Was dat niet het geval, dan had je toch een probleem gehad. Want wie is nou de uitgever van die kaart? Is dat nou dat restaurant Vulto? Of is dat mogelijk die drukker die dat etiketje erop geplakt heeft? Ja, dit leek mij een heel moeilijk probleem. Want je ziet alleen maar het woord Friesland. Dan is nog ter verduidelijking nog een keer Friesland erop gezet. Maar je weet absoluut niet waar die kaart... ik wilde toch eigenlijk eerst de locatie weten van deze kaart om zo de fotograaf te vinden. Maar dat is eigenlijk vrij makkelijk in dit geval te vinden. Ik heb een scan gemaakt van die kaart. Ik heb die geüpload in Google. In Google kan je niet alleen op teksten, maar kan je ook op foto's zoeken. En al gauw kwam eruit dat dit de boerderij in Ingelen was, de Sirtema-staten. Nou, dan ga je vervolgens kijken of er nog meer foto's zijn. Er zijn heel veel foto's van deze Sirtema-staten. Het was een soort experimentele boerderij, een soort proefboerderij. En die stond in de belangstelling, werd ook veel bezocht. Maar helaas geen enkele foto die overeenkomt met die kaart. Dus ik heb geen fotograaf kunnen vinden. Als je die niet kan vinden, ja, dan is het werk eigenlijk verweest. En dan moet je de publicatiejaar en datum weten. Nou, in dit geval was dat vrij makkelijk. Hoewel je eigenlijk al in deze kaart kan zien dat die vooroorlogs is. Dus je hoeft het eigenlijk niet op te zoeken. Maar misschien, de wet eist wel dat je onderzoek doet. Dus ik heb toch nog even onderzoek gedaan. Nou, het is uitgegeven door Van Kamp in Leeuwarden. Dat is dat TVKL. Maar belangrijker is eigenlijk het lettertype van briefkaart en het lettertype van het cijfer. Voor een kenner is dit een kaart die gedrukt is door de gebroeders van Straten in Middelburg. En die hebben elke kaart genummerd in chronologische volgorde. En een collega-verzamelaar van mij heeft een hele grote lijst gemaakt. En dat moeten er veel zijn, hier zitten we al op de 19.000. Van zoveel mogelijk kaarten. En daarvan heeft hij geprobeerd de heleboel kaarten te dateren. Dat kan vaak omdat het dan bijvoorbeeld gelegenheidskaarten zijn. Deze kaart zit tussen de bommen op Goes in 1917 en de tweede jaarbeurs in Utrecht in 1918. En hij komt dus tot een datering van maart 1918. Dus ongetwijfeld behorend tot het publieke domein. Nog als laatste anekdotische aanpak een wat nieuwere kaart. Dit is een kaart die uitgegeven is door Lansen in Colijnsplaat. Maar daar gaat het hier niet om. Wat hier belangrijk is, is het logo wat onder de deelstreep staat. JTJRG. Dat is het logo van de uitgever en fotograaf Jacob Torbijn in Goes. Nou, u ziet deze fotograaf is overleden in 1962. Dus je zou denken, nou, die behoort dus nog niet tot het publieke domein. Dan is het altijd verstandig om toch nog even verder te gaan zoeken. Ik heb dat gedaan in het beeldmateriaal van het archief in Zeeland. Dan vond ik in de eerste plaats, dat moest ik natuurlijk ook nog aantonen, dat deze prembriefkaart inderdaad door de fotograaf Jacob Torbijn is gemaakt. Maar het blijkt ook dat de familie, de erfgenamen, die hebben, behalve dat ze de hele collectie aan het archief hebben geschonken, die zien ook af van de auteursrechten. Dus voor niet-commerciële toepassing behoort deze inmiddels toch, ondanks zijn overlijden in 1962, tot het publieke domein. Dat was mij niet bekend, maar ik hoor graag straks jouw toelichting. Op die dag in Amersfoort, waar ik dan mijn lezing hield, was ook een lezing over de aanpak van het archief Utrecht. Dat vond ik wel interessant en ik dacht, ik ga daar wat mee doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Wat zij gedaan hebben, zij zaten ook natuurlijk met het enorme probleem van al die dingen in een beeldbank. Mogen die getoond worden of niet? Wat ze gedaan hebben, ze hebben eerst gekeken,
voor elke fotograaf van hoeveel foto's heeft die fotograaf eigenlijk in onze beeldbank zitten. Ze hebben een soort top 10 gemaakt of top 20, dat weet ik niet meer, van de meest voorkomende fotografen. Ze hebben van die 20 fotografen echt helemaal nauwgezet uitgezocht hoe het met de rechten zat. En ze hebben allemaal aan alle 20, of de nabestaanden of de fotografen zelf, gevraagd of ze dat mochten opnemen in de beeldbank van het Archief Utrecht. Met het gevolg dat ook in dit geval bijvoorbeeld een foto van Frans Ferdinand van der Werf in de beeldbank zit. En hoewel die dus in 1984 is overleden, hebben ze ook blijkbaar geregeld dat ook deze foto inmiddels rechtenvrij is. Want het beeld kan door iedereen voor alle doeleinden zonder restrictie worden gebruikt. Zelfs voor commerciële doeleinden. Ik hoor graag later wat dat dan precies betekent. Nou, hoe zag dat er dan uit? Ik heb dus die fotograaf Voorhoeven gekozen en dan alle kaarten waarop een foto stond. Het zijn zowel kleurenfoto's, zwart-wit, zijn kleinformaatkaarten, grootformaatkaarten. Ik had al 52 kaarten in mijn eigen collectie zitten. Ik heb nog even op internet gezocht, heb ik nog 49 erbij gevonden. Dus ik heb nu een collectie van 101 kaarten waarnaar ik onderzoek heb gedaan. Nog even iets over die eerste type, die kleine zwart-wit kaarten. Dat zijn zogenaamde kalenderkaarten. De uitgever Voorhoeven gaf van 1937 tot 1960 maandkalenders uit. Op die maandkalenders stonden dus die foto's, die kon je uitknippen en vervolgens als prentbriefkaart versturen. Ja, hoe ben ik te werk gegaan? Nou, als u de richtlijnen en bronnen die de auteurswet ons geeft, of in de bijlagen van de auteurswet staan, dan kom je niet ver. Je moet echt een hele andere aanpak doen dan zij voorstellen. Dat is althans voor prentbriefkaarten een niet geschikte aanpak. Dan is eigenlijk wat de Stichting Foto Anoniem op hun website hebt als checklist, is wat bruikbaarder. En dit is ongeveer ook wel de manier waarop ik het aangepakt heb. Allereerst natuurlijk, dat had ik al gezegd, de achterkant. Eigenlijk is het de voorkant officieel, de adreskant, bekeken wat daar aan teksten en staan. Dan staan er dus toevallig bij deze uitgever ook vaak de fotografen vermeld. De uitgeverij kan ik niet benaderen, want het bestaat niet meer. Ik heb uitgezocht of het die misschien nog overgenomen is door een andere firma. Heb ik niet kunnen vinden. Ik heb intensief gezocht op internet, zowel naar de uitgever, naar de fotograaf en alles wat er omheen zat. Ik heb ook naar de foto's gezocht, van met name de foto's waar geen fotograaf vermeld was. Die heb ik allemaal gescand en die heb ik dus op internet gezocht of ik kon vinden, of ik de fotograaf kon vinden. Ik vind soms wel weer de kaart terug op internet, maar ook daar natuurlijk niet met fotograaf. En ik heb ook niet zelf fotoarchieven benaderd, maar ik heb wel online ook in fotoarchieven, voornamelijk van veel musea, van fotomusea gekeken. Nou, welke bronnen heb ik gebruikt? Een belangrijke bron waren de kaarten zelf, wat daar achterop stond. Ik heb daarnaast nog 40 andere bronnen, zowel digitaal als analoog, gebruikt. Ik heb gekeken naar het werk van fotografen. Als ik eenmaal wist dat een fotograaf een kaart had, dat er één kaart was van een fotograaf, heb ik gekeken of er nog meer werk was, wat ik misschien ook kon vinden. Ik heb ook gekeken naar andere uitgevers die ook van die fotograaf werk hebben uitgegeven. Ik heb gekeken naar boeken met fotografen, of er iets te vinden was over de fotografen. En ik heb gekeken naar organisaties die rechten van fotografen bewaken, bijvoorbeeld Pictorite. Nou, dat resultaat, dat viel nog niet mee. Ja, dat komt vooral straks bij de onbekende fotografen. Ik heb namen van 26 fotografen gevonden. Het waren zowel heel bekende fotografen als totaal onbekende. Hier ziet u een foto van Martin Koppens, een bekende fotograaf uit Brabant. Maar ook Cas Oorthuis heeft foto's geleverd voor deze serie. Maar ook totaal onbekenderen als een Sjoerd Verwaal. Ook minder bekende als Windig en Versnel. Allemaal komen ze voor op die kaarten. Er waren ook 3 Duitse fotografen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat ook in de oorlogsjaren door deze uitgever kaarten zijn uitgebracht. Ik neem aan dat het daarmee te maken had. Van die 26 fotografen ken ik maar van 18 het sterfjaar. Dus van die 18 kan ik inderdaad zeggen wanneer en welk jaar ze tot het publieke domein gaan behoren. Van 12 kan het zijn dat ze nog leven,
of ik weet hun sterfjaar niet. Er is eigenlijk maar één fotograaf die inmiddels al tot het publieke domein behoort. Dat is de fotograaf Herman Heukels, die in 1947 is overleden. Nou, toen wilde ik ook wel van die fotograaf weten, hoe zit het nou met de rechthebbenden? Wie zijn de rechthebbenden van deze foto's? Dat is erg moeizaam. Ik heb niet mijn best gedaan om, zeg maar, nog allerlei mensen te benaderen of die wisten wat de rechthebbenden waren. Ik heb gewoon zelf alleen maar gezocht op internet of ik het op internet kon vinden. Ik heb het niet kunnen vinden, maar misschien dat iemand me daar nog goede tips voor kan geven. Wat ik ook wilde weten is of die collectie van, dit ging dan, die een collectie van 101, een beetje representatief was. Nou, dat kan ik voor de alleen eigenlijk zeggen voor de kaarten van die kalenderbladen. Die zijn van 1937 tot 1960 uitgegeven. 12 kaarten per jaar, maal 22 jaar. Dan kom je op een totaal van 264 kaarten. En ik ken er dus 81 van. Ik vind dat zelf voldoende representatief. Ja, hoe zag die nou in elkaar, die collectie? Behalve dus dat ik een aantal had waarvan de fotograaf kende, 75. Dus daar had ik dat probleem niet meer. Had ik ook nog 19 kaarten waarvan de fotograaf niet op de achterkant stond. Plus nog 7 waarvan ik de adreszijde niet ken. Dus niet weet of daar misschien een naam van de fotograaf zit. Dus ik zit met 26 onbekende foto's, of nou ja, 26, ik weet niet hoeveel fotografen, maar 26 kaarten waarvan de fotograaf onbekend is. Wat ik toen gedaan heb is gekeken naar de locaties van die kaarten. Nou, dat ziet u op de rechterkant. Voor Nederland zijn het 60 kaarten waarvan ik in ieder geval weet in welke plaats de kaarten voorkomen. Dat stond niet altijd op de kaart. Ik heb heel veel kaarten toch nog gevonden waar het was. En dan ook zijn er ook nog een aantal kaarten met foto's uit het buitenland. Die heb ik niet op plaats gezocht. Dat is gewoon het land, vond ik voldoende als ik wist uit welk land het kwam. En dan zit ik nog met 30 kaarten waarvan ik de locatie niet ken. Dat is deels zijn dat foto's zoals van die eerste die ik liet zien van Piet Maree met zo'n eiermand. Daar kan je uiteraard natuurlijk nooit de locatie niet meer de locatie van vinden. Ja, toen zat ik nog met die onbekende kaarten. Die 26 onbekende kaarten. Daar waren er 2 van waarvan ik dan wel niet de fotograaf kende. Maar uit de adreszijde toch wel het collectie was. Ik noem dat collectie. Ik weet niet hoe ik dat precies moet aanduiden. De een was van het ANP en de ander was van het Glasmuseum in Leerdam. En van al die 24 anderen na lang zoeken eigenlijk niet de fotograaf gevonden. Dat is tamelijk teleurstellend. Ik ben in slechts in 3 gevallen 1 stap verder gekomen. Namelijk dat er 2 foto's bij waren die uit de collectie van de KLM kwamen. En 1 kaart van de uitgever Jos P. in Arnhem. Nou ja, dat was misschien wel jammer dat ik zo weinig gevonden had. Maar ik heb ook wel gevonden wat ik niet gezocht had. Ik noem dat bijvangsten. Ik hoefde die niet zoals de vissers dat overboord te gooien. Ik kon die nog wel binnenboord houden. En ik wil daar toch wel iets van laten zien. Dan ga ik wel eigenlijk wel een beetje weer naar die anekdotische aanpak. Maar ja, voor een verzamelaar en schrijver zoals ik ben over kaarten is dat vaak het leukste. Wat voor soort bijvangsten zijn dat dan? Het kan zijn dat je van de kaart de originele foto vindt, waarbij je dus gaat kijken of de kaart verschilt van de originele foto. Zoals ik al zeg, heb ik ook van heel wat kaarten de locatie gevonden. Dat is een aparte tak van sport binnen de verzamelaars. Dat noemen ze dan zoekplaatjes, om van een onbekende locatie toch op allerlei manieren uit te zoeken waar dat geweest is. Ik vond voorbeelden waarbij de foto bewerkt was. Ik vond relatie, in 1 geval een relatie ook nog met een andere fotograaf. En ik vond relatie met andere uitgevers die bijvoorbeeld dezelfde foto hebben gebruikt voor hun kaarten. Dit is de eerste voorbeeld. Ik wist hier niet waar dat was, maar dat was niet zo erg moeilijk. Dit is een Zaans huis. Als je dan zoekt op internet vind je al gauw dat dat het huis is met de naam Ceres in Krommenie. Als je dan zo'n locatie hebt, dan ga je verder zoeken in archieven. En ik vond dus dat de foto die behoort bij de kaart in het Noord-Hollands archief aanwezig was. Nou, dat vind ik hier het typische. Je verwacht eigenlijk dat de kaart een uitsnede is van de originele foto.
Nou, dat is deels waar, want de stoep met de goot die ontbreekt. Maar het raar is dat op de kaart het rechterdeel aanwezig is, terwijl dat op de foto is weggesneden. Dus ik vermoed dat voor beide wel hetzelfde negatief is gebruikt, maar dat bij de foto een andere uitsnede is gemaakt dan voor de kaart. Ja, dan was ook de fotograaf Jan W. Kessler. Als ik dan eenmaal zo'n naam heb, dan probeer ik ook alles van die fotograaf te weten te komen. En ik vond dat hij bijvoorbeeld in de Waterkampioen van 1940 een artikel van Kampen heeft geschreven met een foto van de Broederpoort. En dan ga je de kaart ernaast leggen. En wat zie je dan? Dat opeens die juffrouw die u links ziet, dat die op de rechterkaart er niet meer staat. Ik kan me er iets bij voorstellen dat het net een iets interessantere compositie wordt als je die mevrouw weglaat. Maar daar kan je natuurlijk over van mening verschillen. Maar het is wel interessant dat dat gebeurt. En er werd heel wat foto geshopt in de wereld van de prembriefkaarten. Ja, dit was ook wel een leuk geval. Ik ging eerst op die molen zoeken. Ik wist ook niet waar dit was. Dat is me niet gelukt. Ik weet het. Er zijn zoveel van dit soort type molens. Ik heb nog niet gevonden waar dit is. Toen heb ik me maar op het vliegtuig geworpen. En ik kwam er staat ook op het vliegtuig Flying Dutchman. En ik kwam er wel gauw achter dat dit een vliegtuig is van het type Lockheed. En toen ik dat eenmaal had, vond ik op Marktplaats werd een poster te koop aangeboden. En dat is deze. Ik moet dat zo doen, hè. Dit is een deel van de poster. En daar zag ik dus dat er een tekst op stond. KLM Royal Dutch Airlines Lockheed Constellation. Ja, dan ga je toch weer even naar de kaart terug. En wat zie je dan? Dat er ook inderdaad gestaan heeft, maar door de uitgever weggeretoucheerd is. Nou stond er op geen een van die kaarten van een voorhoef een tekst. En ik kan me voorstellen dat hij ook niet wilde dat die tekst erop kwam. Die heeft hij weggehaald. De vraag is natuurlijk, heeft hij hiervoor toestemming gevraagd van de KLM? Of heeft hij gewoon een beetje zeg maar, de auteurswet overtreden? Dat weten we niet. Dit was, vond ik ook wel een leuk geval. Die kaart aan die kant links was uit mijn collectie en ik vond al gauw toen ik ging zoeken ook waar dit was, want dat wist ik niet, vond ik dat bij een andere kaart dat het de Vlist was tussen Haastrecht en Schoonhoven, maar tot mijn verbazing stond er een andere fotograaf, A.G. Achtmaal. Nou is die hier groot afgebeeld, dan ziet u misschien al enkele verschillen, maar ik zag dat niet zo gauw op het plaatje internet. Ik heb gauw de kaart besteld, want dat vond ik interessant, dezelfde foto door twee verschillende fotografen gemaakt. Maar als je nou goed kijkt, is bijna alles hetzelfde. Ja, de uitsnede is wat anders, maar de positie van de fotograaf is hetzelfde. Alleen vooral de slagschaduw van de molen waarin ze zaten, die is vanuit de molen genomen, die is anders. Dus ik vermoed eigenlijk dat ze uit hetzelfde raampje van de molen hebben gekeken en eigenlijk bijna, of misschien zelfs op dezelfde dag deze foto hebben genomen. Want de rotzooi zeg maar, die in de sloot ligt, heeft ook precies hetzelfde patroon. Nou is dat meestal iets wat toch verwaait door de wind. Dus het zou kunnen zijn dat ze samen zeg maar, hier gefotografeerd hebben. Dit was ook nogal een puzzel voor mij. Een paar luidklokken en dan een klein torentje op de achtergrond. Ik ben aardig thuis in de torens in Nederland, maar ik kon niet bedenken waar dit was. Ook deze kaart heb ik weer gescand en ik vond al gauw dat het de Abdijtoren was in Middelburg. In een of ander nieuwsbericht waar dan geen gegevens over die foto stonden. Nou ja, als je dan weet dat dat Abdijtoren is, gelijk naar de beeldbank van het Zeeuws Archief, waar heel veel materiaal aanwezig is. En er blijkt dus dat deze kaart, deze foto, die ook op de kaart staat, geleverd is door het handelsvennootschap Jospe in Arnhem. Dat is een hele grote uitgever die inmiddels al lang failliet is gegaan. Maar dat betekent dus dat Voorhoeven op zijn minst contact heeft gehad, neem ik aan, met de uitgever Jospe in Arnhem. Ja, er was ook nog een onbekende fotograaf Max. Een foto waar stond fotograaf Max. Nou, ik kon geen fotograaf Max vinden. Ik heb alles erom gedaan om dat te zoeken. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou laat ik in Delver, het is al door de vorige spreker genoemd, een enorme goede bron voor allerlei zaken waarbij je op zoek bent. Ik heb gekeken naar de combinatie Voorhoeven Max. En toen kwam ik erop dat er, weliswaar kwam er geen fotograaf Max uit, maar wel de chemigrafische kunstinrichting Max in Den Haag.
En uit een ander artikel bleek weer dat de zoon van de uitgever directeur was van die fabriek. Dus ik vermoed toch dat er enige relatie is voor dus dezelfde plaats en dan nog ook de zoon. Ik neem aan dat die foto of door de clichéfabriek is geleverd of misschien zelfs Max is de oprichter van deze firma, echt door de oprichter gemaakt. Nou, dit waren dus wat bijvangsten en wat echte resultaten. Ik vond de echte resultaten zelf een beetje teleurstellend. Ik had daar meer van verwacht. Met name had ik toch wel verwacht dat ik minstens één anonieme foto een fotograaf kon toekennen. Het blijkt wel dat als je zo'n hele serie pakt, dat dat iets efficiënter is dan losse kaarten. Vooral omdat sommige fotografen meerdere foto's hebben geleverd. Als je dan eenmaal die fotograaf gevonden hebt, dan maakt het niet veel uit hoeveel foto's er zijn. Dus dan heb je eigenlijk die andere ook meteen te pakken. Het was echter niet helemaal voor niets, want ik heb heel veel locaties gevonden. Dat vond ik ook leuk, dat ik nu inmiddels weet waar die foto's gemaakt zijn. En uiteindelijk komt het materiaal vrijwel zeker in een artikel in het Prentbriefkaartenmagazine. Dat is het tijdschrift van onze vereniging, die al genoemd is, de vereniging Documentatie Prentbriefkaarten. Tot slot nog één voorbeeld. Ik wilde met een plaatje eindigen. Dit was ook een onbekende locatie, maar deze lag dus in het buitenland. Dat is één van de twee buitenlandse locaties die ik ook herkend heb. Je gaat dan zoeken op vuurtoren, het levert niks op. Ik denk, nou, dit zal vast wel niet in Nederland zijn. Het zal wel een Engelse vuurtoren zijn. Daarin had ik goed gegokt, want met Lighthouse en Sea, er zijn nog heel veel van die vuurtorens die blijkbaar in zee liggen, maar vond ik toch dat het de vuurtoren Eddystone was in Engeland. En met deze, ja, een beetje een Brexit data wil ik mijn lezing beëindigen.